Bij generatorenbouwer Brush HMA in Ridderkerk komt 3/4 van het personeel op straat te staan. Van de 200 werknemers verliezen ruim 160 man hun werk. Dat is een zeer harde klap en ik mag wel zeggen dat die voor heel veel mensen echt heel hard aangekomen is. Ik denk dat iedereen wel een beetje iets verwacht had, maar dit had niemand verwacht. Dus, zeg maar 166 mensen van de 200 eruit, dat is wel echt rigoureus. Heel de productie weg. Alles weg. Eindelijk alles waar we jarenlang voor gevocht hebben, wordt eindelijk overgeplaatst naar Tsjechië. Hoe was de reactie onder collega's? Ja, allemaal een beetje ten neergeslagen eigenlijk. Hè. De grootste klap die mogen we thuis afwachten. Maar maandag worden we weer hier verwacht om verder te gaan. Het bedrijf is in handen van de Britse investeerder Melrose. Een woordvoerder van Brush laat weten de productie terug te schroeven vanwege een scherp afnemende vraag. En geeft aan dat het bedrijf in gesprek gaat met de vakbonden om tot een passend sociaal plan te komen. Volgens de vakbond is de investeerder bezig met een overnamestrijd.